Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, stop dan deze video eventjes en ga dan eerst abonneren op ons kanaal. Dat zouden we heel leuk vinden. Het is 10 uur nu. Ik ben opgestaan en ik heb al wat op mijn laptop zitten doen. En ik ben al even wakker. Maar nu ga ik pas ontbijten. Ik eet yoghurt met granola en een theetje, of course. Dus vandaag best een drukke dag, maar wel een leuke dag. Dus let's go. Ik ben nog eens even thuis. Allee, ik bedoel in Deelze. Oeh, amai, het waait hard. Want ik heb blijkbaar pakjes die ik moet gaan ophalen. Ik denk niet dat er iemand is. Maar eens kijken in de brievenbus. Oké. De brievenbus is leeg. Dat is wel goed. Oh, ik ga toch wel zo de koer missen. Zo. Kijk hoe mooi. Als je dat zo ziet. Wauw. Dat ga ik toch wel missen, zo dat uitzicht. En zeker als je daar boven staat, heb je kei mooi uitzicht achter op alle weien. Dat is echt heel mooi. Maar ja. Dat is raar, hè. Hallo? Oké, er is niemand. Zo raar om hier te zijn altijd. Wat ligt hier toch allemaal? Wat is dit? Het stinkt hier een beetje. Wel een beetje veel. Maar ja. Hier ligt nog een briefje van mezelf. Oh, een pizza. Mai, mai. Ik wou dat er nog een stuk was. Ik heb honger. Oké, hier zijn de briefjes. Moet ik gaan afhalen? Oh nee, ik moet naar de keuring blijkbaar. Oh, mijn kamertje. Mijn kamer. Hey, bed. Oh. Oké, nu ik hier toch ben. Ik had over laatst mijn make-up tafel eens leeggemaakt. Dus ik ga 2 giveaways doen. Ik ga het gewoon een beetje random verdelen. Dus je kunt 2 dingen winnen. Pakket nummer 1 is een contour palet van Sleek. Keep in mind, ik heb deze producten gebruikt. Ik heb die amper gebruikt, maar ze zijn wel gebruikt. Dus denk daaraan voordat je meedoet aan de giveaway. Het komt uit mijn privé make-up stash. Dus ze zijn wel allemaal een beetje gebruikt. Dat jullie niet daarna zeggen van ja, dat is gebruikt. Het is dus effectief gebruikt. Dus denk daaraan voordat je dat zou willen winnen. Dus dit is het make-up paletje van Sleek. Er zit een bronzer highlighter en coral blush in. Dan... Wat ook nog in pakket nummer 1 zit, is Maybelline Master Blush Palet. Dus dat is een blush palet en een highlighter. En ook nog in pakketje nummer 1 zit de Naked 2 van Urban Decay. Die ziet er zo uit. Zoals je ziet, dat is echt amper gebruikt. Dus dat is pakket 1. Onthoud dat. En dan pakket 2 is van Catrice, een oogschaduwpalet. Dat is echt nooit gebruikt. Dat is wel super mooi. Heb ik eigenlijk nog niet zo lang. Dan van Maybelline een contourpalet. Dat is ook denk ik nooit gebruikt. Hier zit ook weer bronzer, blush en highlighter in. En van MAC een oogschaduwpaletje. En daar zit ook wat lippenstift bij. Dus dat zijn de oogschaduwkleurtjes. Hier zit een highlighter en blush. En dit zijn 2 lippenstiftjes. Hier is wel het borsteltje niet meer bij. Ik weet niet wat dat is. Dus dit is pakket nummer 2. Laat een leuke comment na. Zorg dat 1 iemand van uw vrienden of familie subscribed of abonneert op ons YouTube kanaal. Schrijf in de comment iets
leuk waarom jullie van ons kanaal houden. En schrijf erbij wie dat jullie lid hebben gemaakt. Gewoon een voornaam of een achternaam is goed. Of de YouTube-naam als jullie die weten. Of het e-mailadres, mag allemaal. En schrijf dan als je pakket 1 met het Naked 2 of pakket 2 met het MAC palet wilt winnen. Dus 1 of 2. Laat het mij beneden weten. Ik zal alles om mee te doen ook nog eens in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie dan nog eens lezen wat jullie precies moeten doen. En natuurlijk moet je zelf ook geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat is logisch. Mijn batterij was op, dus ik kan mijn zin niet meer afmaken. Maar dus, ik ga deze giveaway laten lopen tot volgende week zaterdag. En dat is zaterdag de 13e januari. Dus als jullie willen meedoen, ik zet nog eens echt alles in de beschrijving. En veel succes, zou ik zeggen. Trouwens, aangezien dat ik ga verhuizen, ga ik heel veel spulletjes wegdoen. Dingen van skincare, tot make-up, tot kleding, tot accessoires voor in het huis. Allee, interieurspulletjes. Dus zouden jullie dat leuk vinden als ik af en toe zo'n dingen weggeef aan jullie in de plaats van ze naar de kringloop of zo te doen? Ik geef die normaal aan de kringloop. Omdat dat natuurlijk toch wel gebruikte spullen zijn. Ik heb bijvoorbeeld, stel nu van skincare, een body butter of zo die ik eens één keer heb gebruikt. Of een, ja, iets voor uw make-up eraf te doen wat ik één keer heb gebruikt of zo. Dus zouden jullie dat zelf willen winnen? Of zeggen jullie van nee, dan vind ik maar vies. Doe het maar naar de kringloop. Want dan maak ik daar mensen mee blij. Of naar een goed doel of zo. Dus let me know wat jullie daarvan denken. Anders kan ik dat wel regelmatig doen. Want ik moet echt, echt, echt uitkuisen. Want ik heb zoveel spullen verzameld. En dat gaat niet allemaal op mijn appartement passen. Dus ik moet het echt uitkuisen. Ik heb 2 pakjes aangekregen. En ik denk dat ik weet wat ze allebei zijn. De ene hoop ik echt heel hard. Want dat is, dat heb ik nodig. Wacht hè. Got it. Het eerste is van Hanogram. En dat zijn normaal gezien telefoonhoesjes. Oei. I'm not sharp. Ik had er wel eentje besteld voor kerst. Dat is nu pas aangekomen. Dus. Ah, of had ik er nu geen besteld voor kerst? Nu twijfel ik. Ik denk het wel. Kijk hoe mooi. Wauw. Ik ga het op dat wit laten zien. Dat is echt wel super mooi. Dus. Het ziet er zo uit. Mijn naam staat hierop. En dan heb je zo'n skull met bloemen. En het is een doorzichtig. Zo'n, ja, zo'n doorzichtig dat je zo kunt bewegen en buigen. Hoe noemt dat? Ik weet het niet. Alleszins dat. Vind ik echt wel super mooi. Wauw. En dan het tweede. Zal dat een kersthoesje zijn? Oh ja. Oh, die staan zo cute. Kijk. Frosty the Snowman. Oh, die is echt schattig. Maar ja, nu kan ik dat niet meer opleggen, hè? Of wel? Want ik heb ook nog zo'n mooi hoesje gekregen van Sam. En dat wil ik er eigenlijk op doen nu. Of weet je, ik ga dat er nu op leggen, dat kerstmanneke. Kan ik dan nog een paar dagen erop hebben. Ik heb dit weekend toch nog 2 familiefeesten voor kerst. Dus why not, hè? Ik ga dat erop doen. Oké, okay, bye bye sterretjes. Ik ga het eraf. En dan ga ik de Frosty erop leggen. Oh, cute. Dat is wel echt cute, hè? Dus het ziet er zo uit. Oké, okay, dan het volgende pak. Het is, ik weet niet wat het is, maar het is niet wat dat ik moest hebben. Oh, ik ben nog altijd aan het wachten op een pakje voor Celine, voor het kerstfeestje.
En ik zou dat vandaag moeten gehad hebben. Het is er niet. Dan ga ik iets anders moeten kopen. Nog zelfs iets moeten zoeken. Ik heb iets van Oysho gekregen. Super mooie doos. I don't know if you could see it. Het is echt een super mooie doos. Er staat specially for you, Merry, happy Xmas, happy Christmas. Wauw. Oh. Er zit een kei zachte sjaal in. Wauw. Met roze en wit. Oh, die is mooi. Dank u wel, Oysho. Die ga ik zeker kunnen gebruiken. Goedemiddag, Maaike. Bestelling opnieuw, alsjeblieft. Ja, twee gewone hamburgers. Ja. Eenmaal klein frietje. Mayonaise. Ketchup. Ja. En een petit chicken wrap. Ja. En een cola zero. Klein, medium of groot? Medium. Dat was het? Ja. €9.10. U mag door een van de ketchup. Dank u wel. Foei, foei, foei. Ik heb McDonald's gehaald. Ik ben bij Celine en Nick. En Ellie is een beetje ziek. Och, Garen, dat is echt zielig. Ellieke. Hey. Garen. Ellieke dag. Dus Nick is nu naar de dierenarts aan het bellen. Hopelijk komt dat goed, maar ik ga vertrekken. Ik ga pakjes binnen doen en dan ga ik naar huis. Ja. Dag. Ja, tot zelfs. Maar zelfs komt pas aan de volgende vlog eigenlijk. Dus tot de volgende vlog. Ja. Ik heb vandaag al keiveel gefilmd, dus. Dag. Dag Ellie. Och, warm. Tot zelfs, hè. Oké, deze pakjes ga ik allemaal binnen doen. Ik ga wel in twee keren moeten lopen, want dat is veel te groot om één keer te doen. Ja. Hey! Hey! We zijn nog een paar cadeautjes aan het inpakken, want ik had er wel maar een paar ingepakt. Dus deze moeten nog. En Celine en Nick hebben het cadeaus toch al gekregen als die deze video zien. Dus kom aan, Sam. Laat uw inpak skills zien. Hè. Jij kunt dat beter als mij. Ja, oké, ik moet dat doen. En ja, Nick krijgt ook hartjes, want ik mocht van Sam niet alleen hartjes op de pakjes van Celine zetten, maar ik moest ook hartjes op Nick zijn pakjes zetten. Ja, want we zien Nick ook graag, hè? Ja, dat is ook wel waar. En we hebben Nicky geschreven. Hier zijn de pakjes. We gaan... En wat is het probleem? Hier? Wow, wat probleem? Ik heb wat geen is probleem. Het probleem? Ik heb geen probleem. Goed. Mm-hmm. We gaan hier de vlog afsluiten. Want de vlog van het kerstfeestje van Sebbes komt in een aparte vlog. Dat je een beetje geïnteresseerd doen, ja, in plaats van hun neus te smetten. Grappig, ja. Dus ja, die komt apart, hè. Dus wij zien jullie volgende keer weer met meer weer. Nu wil ik dat is niet waar. Dat is niet waar, oké. Wij zien jullie volgende keer. Doei!